huismussen, merels en Turkse tortels. Duizenden mensen, vooral kinderen, tellen dit weekend de vogels in hun tuin. Ook Bob, Rebecca en Lennart doen mee. Mijn vader die werkt sowieso bij vogelbescherming. En wij hebben meestal wel veel vogels in de tuin. Dus dan kunnen we ze mee gaan tellen. Het begint al een traditie te worden, de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling. Duizenden mensen uit heel Nederland geven aan de vogelbescherming door welke vogels er in hun tuin hippen. En dan kan je natuurlijk gaan zitten wachten tot de vogels vanzelf komen. Maar er zijn ook tuinvogelteltrucs. De bekendste is natuurlijk het voeren met brood of pinda's, maar je kan ook... Wat ben je nou aan het doen, Bob? Ik ben de vogels aan het lokken met het vogelfluitje. En belangrijk is ook dat je niet te veel lawaai maakt. Tuinvogels tellen is best serieus. Dit is de vogelturfkaart. En hier hebben we nog een boek. Dan kun je allemaal zien wat voor vogels het zijn en hoe je ze kan herkennen. Welke vogels zijn nou de... Sorry. En waar er één is, komen er vaak meer. Maar wat ik me nou afvraag, hoe weten ze nou dat dat niet dezelfde is als net? Ja, dat weet je gewoon niet. Dus soms is het een andere en soms is het dezelfde. En de telling is nooit helemaal eerlijk. Is het nou niet heel saai? Nee, nee. Ja, je ziet heel veel leuke vogels, je ziet hier gezellig praten en ja, dat is wel leuk altijd. Vogels tellen is suf, is de stelling vandaag op onze site. Ja zegt 70% van de stemmers, nee zegt 30%. Bob, Rebecca en Lennart hebben er in ieder geval veel plezier in. Ze tellen veel vogels, want door het koude weer deze maand zitten er meer vogels in de tuin dan andere jaren. Ook is er al een voorlopige top 3. Op 1 staat de mus, op 2 de koolmees en op 3 de merel. En pas wel op met al die vogels in je tuin. Het veiligst zit je, net als Bob, nog altijd binnen. Ook morgen kan er nog worden geteld. Wil je meer weten? Kijk dan op onze site.